Want je mag geen links plaatsen. Hi YouTube, we zijn er weer. Oh, hi YouTube. Livestream van 4 juni 2016, hartstikke gezellig. En nee hoor, we hebben niks te maken met dat we de deur zijn. Dus hoi YouTube, we zijn nog steeds Team Rocket Grunts aan het verslaan omdat er niks anders te doen is op dit moment van het spel. Je weet wel, de what the poop moment van... Oké. Okay. Tenminste mijn what the poop moment. Ja, die van mij ook. Voor de mensen die niet weten wat een WTF moment is, dat is het moment van het spel dat je op een deel van het spel bent gekomen dat zo saai of langdurig of gewoon irritant is, dat je het liefste gewoon het spel uit wil zetten en dan eigenlijk niet meer verder wil spelen. Ja. Dat is een WTF moment. Oh, trouwens eventjes de naampjes weer voorlezen. Ik zit hier samen met Meertje, Triangleman, Fairytale, Smiggeltje, Deadly Dennis, Koning L. Die zeggen ook allemaal hoi YouTube, hartstikke gezellig. Surf! Want we hebben een waterkip. Pardon. Maar jij was aan het uitleggen, Robin. Waarover? Over, weet ik niet meer. Ik was met de konijnen bezig. Nou, waarover willen we het hebben? Random itemball! Oh. Nou, een random itemball. In een random itemball... Toortje! Ik moet er elke keer aan wennen hoe... Toortje of Toortje? ...draging dat jij wel niet hebt. Clefairy! Clefairy! Ah, nog een beetje. Toortje. 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 Oh, ik word toch zo moe van die minimize! Erik! Je account is gehackt. Koning L, wat? We gaan geen kletver erin gooien, hè? Want mijn hond zit zo hard te chappen met de smikkel. Juist. Leleep, geen idee nog steeds wat voor Pokémon dat was. Leleep, dat was die. Dat was die rare. Pokémon van een fossiel. Ja, maar dat was toch steengras of zo? Ja, zoiets, denk ik. Oh, er wordt gebot. Telefoon! Ja, ik heb het. Tot zo. Oké. Oh, het kan ingrain. Oh jee. Oké, Koning L, ik laat het gewoon bij een award, maar de volgende keer dan komt er een time-out op. Man, het is niet leuk om te gaan pranken over gehackte account. Nee. Ingrain is irritant, maar ja, ik heb leftovers, dus ik ben zelf ook irritant. Ik ben misschien wel zirritant. Wauw. Oh, toei Triangle Man, wat leuk dat je er was. Oh, ja, het is inderdaad al 9:50, dus zie je echt dat je moet gaan, leuk dat je er was, gezellig. Tot je. Oké, nou wat zit er in die random bal? Een Shellbell! Die hebben we ook ons beeld gevonden. Ja. Nou, chat, hebben jullie nog vragen? Want, Voor meer vragen en opmerkingen kun je altijd terecht op... Hey, kijk, een rode Rocket Grunt. Die Ariana Snol. Met soep en draai. Oh, zij. Geen idee, concentreer me op de stream. Dat moet je vooral doen. Maar het is ook gezellig om lekker met de rest te praten. Nou, ik denk dat ik eigenlijk wel heel eventjes Aquarion even vooraan gooi. Want Firepower, die hebben we vooraan gegooid. Omdat Firepower, die was als laatste evolutie erbij gekomen. Dus die moest nog flink getraind worden. Alleen, die is nou op dit moment de sterkste evolutie. Deadly Dennis, dat is ook even een warning. Liever niet meer zeggen. Nee, mijn hoofd is... Als ik irritant ben, dan is mijn hoofd ook... Ik maakte mezelf belachelijk, daar reageert hij op. Oh. Dan laat die warning maar zitten. Je moet worden zeggen, ik heb een hele zware dag achter de rug. Dus
Ja. Mesblad, aanval! Wauw. Mesblad, mesblad! Oké. Okay. Snel, doe je mesblad. Zo. Oh, dankjewel voor waterballs, dat is... Dus, dankjewel. Dan ben ik bang. Even sterk. Geen idee, concentreer me op de stream, ik ook. Zijn we aan het streamen dan? Oh. Vandaar die chat. Een Mankey. Ik zou zeggen Leafeon, die kinderen gaan makkelijk aan, maar Aquarion die heeft meer de experience nodig. Aha, dikke test van zeep. Get direct. Dat is wel een beetje gemeen, Deadly Dennis. Inhouden nu. Iemand! Ik ga wel even BSG doen. Wat is BSG? Blue, silver, gold. Zou kunnen. Ik verveel me! Ik ook, ik wil Pokémon vangen. Ik wil op zoek naar Umbreon. Ja. Dan heb ik het voor. Of Jolteon. Dat mag ook. Ja, ik vreed in zijn ogen. Dat zie ik als ik moe ben. Oh, dat doe je ook altijd. Ah. Ja. Ik heb 2 mafkeesjes die ik daarachter in de gaten moet houden namelijk, dus Dat is dan echt logisch. Plus ik heb heel veel geregeld voor het volgende week event, dus Ja. Oh, dit survival games. Ja, ik speel de laatste tijd niet zoveel Minecraft meer, dus ik weet dat niet. Yes, I actually became this far. I'm actually quite a trainer. Because I have Eevees that will take over the world. Okay, never mind. Yay! Okay, yeah. Giovanni, bullcrap, nobody cares. Archer, get wrecked. Get ooh! Wrecked. Rhyperior. Dat is eigenlijk best wel een goede Pokémon voor zo'n boss battle eigenlijk. Ja. Yeah. Je gebruikt Scarface op Aquarion, die al langzaam is. Surf! Oeh, takedown, dat is gevaarlijk. Oh boy. The Eevee World, full of human. Oké, doe genoeg schade, doe genoeg schade, doe genoeg schade. Mooi. Die Pokémon is OP! Ja, sorry, nou, maar Aquarion is gewoon legit hoor. Ja. Oh, je hebt ook al een Bugger Boy. Firepower, daar kun jij wel raad mee. Nou, Rhyperior, Fairy Tail, die heeft best wel weaknesses hoor. Ja, maar die heeft een hele sterke attack. Ja, dat is ook wel waar. Oh, je bent met een wervelwind bezig. Leuk voor je. En nou ben je burned. Dus nou doet jouw fysieke aanvallen nog minder. Yay. De helft minder zelfs. Razorwind! Oh, wat een pijn. Auw, help. Ik vind Razorwind echt zo'n nutteloze aanval, want het kost gewoon 2 beurten. En is nog niet eens zo krachtig. Nou, Firepower, je bent weer een leveltje omhoog. Gefeliciteerd. Nice. Ik ga misschien ook weer eens een keertje kijken of ik wat meer met Pokepark kan doen. Want heel veel met... Daar werd ook de laatste tijd heel erg vaak naar gevraagd of ik misschien een keertje Pokepark wou doen. Oh, Pokepark. Ja. Gastro Acid? Mijn ability is suppressed. Oh, bestaat dat ook al? Nou ja, ik neem aan dat jouw Weeping Bell geen vuuraanval kent, dus dat was nog een beetje zinloos. That's impossible! Jouw gezicht is impossible. Oei, doe dit. Nou, Weeping Bell, je ziet eruit alsof dat je lichaam mist, maar het maakt niet uit, je bent verslagen. Doei! Zijn we dan klaar met die Rocket Grunts? Het is ondertussen de 3e aflevering al dat we met jullie mafkees bezig zijn. Forgive me, Giovanni.
Giovanni die zit al te cringe, die zit naar mijn afleveringen te kijken en die denkt echt bij mijn eigen van... Oh mijn god, 3 afleveringen alleen maar weer van die mafkezen genaamd Team Rocket. Daarom ben ik gestopt met Team Rocket. Ja, Giovanni, vaarwel, doei, op donderd. Tot ziens, vaarwel. Wat gaat het leven snel. En nou niet meer terugkomen. Oh, you already have defeated them, thank you. Your courageous actions have saved the Pokémon Nationwide, you're well worth it. Hier, heb een Silverwing. Met andere woorden, we zouden nou dus naar Lugia kunnen. Maar Lugia is dus, omdat ik al dit doe, geen Lugia. Dus heb ik zin om zo'n pokroute te gaan lopen voor Lugia? Misschien als we 8 badges Lugia hebben. Lugia heeft wel zijn eigen wat? Is dat niet randomized? Die is randomized. Net als zo gezegd, Raikou en zo, die hebben hun eigen gevechtsthema. En Lugia heeft die ook. Ja, alleen we zijn al een random Ho-Oh tegengekomen. En Lugia zijn we ook al tegengekomen. Wij kwamen een random encounter tegen met een apart muziekje dat niet van de Legendary Dogs was. En dat was het muziekje van Ho-Oh. En die kwamen gewoon random in het gras tegen. Dat zou dan wel gewoon kunnen, maar ik bedoel dan typisch die encounter in Lugia's cave. Ja, dan zie je de sprite van Lugia en dan krijg je een hele andere Pokémon. Misschien. Nee, dat is. Want is dat de sprite van Gyarados was namelijk een shiny Hypno. Ja. Een roze Hypno, om precies te zijn. Maar goed, we gaan eerst naar een nieuwe route en dan gaan we hopelijk een nieuwe evoluties tegenkomen. Laten we het hopen. Fingers crossed. Je zult zien, ik houd hem achterhoofd. Het heeft gewoon dik 3,5 uur geduurd. Ja, oké, 3 uur, want we hadden 2 uur, want we hadden nogal last van technical difficulties. Nogal. Laat ik hem heel even voor de zekerheid opslaan. Nee, dat was een Ho-Oh verkleed als een... Nee. Dat was in het water. Dat was niet een Electrode. Net zoals die Electrodes inderdaad die we moesten verslaan, er was een Flareon van. Dus... Ik weet zeker 100% die Legendaries zijn randomized. Ja, dat denk ik ook wel zeker. En als ze niet randomized zijn, waarom zou ik dan nog gewoon zo'n moeite gaan doen? Omdat hebben we trouwens prijs? Nee. Ja hoor, ik bedoel, het is gratis om te checken, waarom niet? Ook super logisch, hè? Je hebt net de baas van Team Rocket beslagen. En meteen iedereen van Team Rocket Guns is weg. Ja, inderdaad, die hebben gezegd zo van, nee, hij heeft een Flareon, laten we maken dat we wegkomen. Ik wil mijn fiets gebruiken. Waarom heb ik mijn fiets eigenlijk niet geregistreerd staan? Muziek graag. Muziek. En de muziek is alweer weg, want we zijn op de fiets en we zijn door een andere route heen gegaan. Dus ja, daarom verandert de muziek in één keer. Oh. Oh. No. Even kijken. Nee, dat was Ho-Oh verkleed als een Electrode en niet in het gras. En de andere was een Ho-Oh. 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 Daar kan ik te take me away, Ho-Oh. Daar kan ik te take me away, Ho-Oh. Ja. To a happy place where life is beautiful all the time. En zo zie je, Firepower heeft power. Ja, dan moet je het wel eigenlijk He-Man stel zeggen. I have the power! It's power level. Hoi Arceus, hoe gaat het ermee? Kom jij je nog steeds tegen? It's power level, it's over 9000! Ja, maar je hebt nog steeds geen Pokémon bij je die fly can. En je hebt nog steeds die andere 3 Pokémon bij je die je niet mag gebruiken. Nee, klopt. En ik weet, ik heb ze nog steeds bij me. Maar ik gebruik ze niet. Doe maar eigenlijk aan denken. Misschien was het ook wel handig geweest om Flareon Headbutt te leren, maar... Ach ja. Kan. Hallo Milo, take in het wild. Gadverdamme. Tweede keer. Nou is Leroy blij. Ja, Leroy, die zou er blij mee zijn. Maar nog steeds geen Eevee of... Eevee zijn we nog steeds niet tegengekomen. Ik bedoel, Magikarp of Gyarados. Want de Gyarados in Lake of Rage was gewoon een leuke. Ja, maar dat had dus gewoon iedere Pokémon kunnen zijn.
Hoe awesome zou dat geweest zijn als dat een Shiny Eevee was? Precies. Op een Shiny. En slam blijven save en restarten. Nee, want dat hadden we al uitgetest. Oké. Okay. Er was nog steeds een Shiny Hypno. Ja, moet ik even zeggen, ik heb die aflevering nog niet gezien. Is dat in mijn inbox, maar. Ja, ik heb de Steam toch gekeken. Oké, okay, we gaan even healen en dan gaan we gelijk dus op naar de nieuwe route. En als ik zo enthousiast praat, nee, dan doe ik geen andere YouTube na, dan praat ik gewoon snel. Ik krijg het heel vaak. YouTube, nee. Wie dan? Noem namen. Nou, hi. Die ene. Zou er een YouTube kanaal zijn genaamd? Hi. Hi. Ga zoeken. Nee, ik wil niks kopen van je. Stinkt. Laten we hier gaan vissen. En de Pokémon die er tegen zijn gekomen is... Oh, ik ga gillen als het een Jolteon is. Oh my god! Ja, dus. Het is een Jolteon. Nee! Umbreon. We zien het nu. Is het überhaupt een Eevee of Eevee? Haha. Umbreon. Lekker. Oh. Yes! Oh, wauw. Oké, okay, mooi. Oké, okay, het is geen Jolteon. Where are the odds? Oké, okay, dat is nice. Geen critical, geen critical. Goed zo. Hey, mooi. Je hebt Buggerboy nog bij je. Gebruik het op 1 AP. Nee, mag niet. Regels. 1, 2... Fight chickles. Maar een timerbal past eigenlijk wel mooi bij Glaceon. Ja, dat is waar, Fairy Tail. Nou, zeg, Glaceon was wel in de buurt. Hé hey, jongens, dat betekent we gaan weer een naam verzinnen. Het is weer tijd voor een naampje. Gotta name them all, gotta name them all. Yeah. Nee, nog niet. Foei, stop, terug. De blablabla. En ik heb nog steeds die ene code. Ik heb nog steeds die ene code. Dus heb je Pokémon X of Y? Of Omega Ruby Alpha Sapphire? Kun je nog steeds winnen. Moltres, Zapdos of Articuno. Ik weet niet welke Pokémon dat is namelijk. Maar wij blijven balletjes gooien. 1, 2, 3. Klik. Oké, okay, YouTube, zoals jullie weten, wij gaan eventjes automatisch naar een knip toe. Want wij gaan namelijk de nickname van Glaceon krijgen. Nou, dan zullen we maar ook even gelijk terug gaan even naar de Pokémon Center en eventjes de Pokémon droppen en gelijk even Glaceon ophalen. Nee, ik kwam niet uit een ijsbal, ik kwam hier uit het water. Hier zijn we gaan vissen en de eerste Pokémon die we vinden. Glaceon zijn we ook nog helemaal niet tegengekomen, ook niet. Nee. Gewoon zo al opeens rennen en poef, Glaceon. Nou, dan hebben wij dus al gewoon 4 evoluties. Van de 7. 8. 8. Nee, er zijn 7 evoluties en we hebben Eevee nog. Ja, oh ja, zo ja. Okay, dan, als je dat Sylvie niet meetelt, nee. Kan ik me voorstellen. Sylvie die telt, die is hier nog niet. Nee. Maar vandaar de verwarring van Robin, snap ik. Ja. Zeepdoek Coolcat. Die! We hebben de naam al! Nou, dan hebben we toch nog, na de Rocket ellende, hebben we toch nog nou een extra evolutie erbij gevonden. Ja, dat is nice. En wat eigenlijk het grappige is het zijn ook nog eens een keer de 2 nieuwe evoluties die in Heart Gold en Soul Silver al voorkwamen. Dat is ook waar. Alleen hij moet wel flink getraind worden, want hij is pas level 20. Dus ik denk dat ik hem sowieso die item share ga geven. Of de item share, de experience share. De chat ging zeggen, een paar episodes terug. Zeep, gaan we nog Pokémon vangen? Nou, hier heb je een Pokémon. Hier heb je je Pokémon! En het is nog een freaking Glaceon. Wat wil je nog meer? Jolteon en Umbreon. Dan is team compleet. En zwemmen ja, misschien nog kan. Meer Eevees in het water. Alle Eevees zwemmen in het water. La 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 la. Oké, okay, sorry.
Wij gaan kijken. We gaan gewoon heel even hier rustig vissen. Daar kan ik in één keer weer alsnog Jolteon. Rip headphone users trouwens dan alvast. Ja, dan kon je al een beetje slapen. Oh, een grapje. Nee, chef, maar heb je zelf dan. Oké, ik denk dat ik trouwens heel eventjes ook beter naar dingen kan gaan om daar Ice Beam te gaan kopen. Want ik weet eigenlijk niet, wanneer leert Glacial nou Ice Beam? Het is onze zeetand, yes. Ja, maar hij is level 20, dus daarom wil ik toch wel heel eventjes een aanval doen. Maar ik vraag me af, wanneer leert Glacial Ice Beam? 36 volgens mij. Zeritan 3.0. Ja, het is een throwback naar Pokémon Crystal. Let op weer, Glaceon of zo, geen idee hoe je dat schrijft. Ja, het is met een C. Ja. Glaceon kan geen Ice Beam leren, die moet je met een TM geven. Oh. Wait, what? Ja, exact. Weer zoiets. Nou ja, we kunnen ook nog zo random accounts tegenkomen, dus ja, of volgens mij in generatie... Nou, zit ik even te twijfelen. Snikkeltje, dat gaan we nog wel doen hoor, dat weet ik zeker. Wat? Dat we nog de hashtag name doen, maar dan voor de eer, zegt hij. Ja, er zijn nog meer Pokémon die we tegen kunnen komen, dus Maar ja, we hebben nou de drie codes die zijn weg en de drie stickers hadden. Ja. Eentje die is al trouwens verstuurd via de post, ik weet niet of die al aan is gekomen, maar hij is verstuurd. Ja, de andere twee waren van mij en Nick. Ja, dat klopt, dus en wow. Nick moet hem nog een keertje naartoe sturen en ja, doe maar firepower. Ik moet dan even beseffen, ik heb dus de sticker van gewonnen en ook nog eens de code. I'm a happy bunny. Ja, maar jij bent ook bij heel veel livestreams aanwezig. Dat is waar. Daardoor ben ik ook een van de moderators geworden, omdat ik bijna bij elke livestream aanwezig ben. Nee, we zijn nog steeds geen Magikarp tegengekomen. Ik denk dat ik even voor de grap ga vissen met Oldrot. Kijken wat we tegenkomen. Maar nog steeds, Lance kan nog steeds een Magikarp hebben. Ja, dat klopt. Want die Pokémon die zullen altijd wisselen, dus wat me trouwens doet denken aan de middelvingers van Shiny. Ja. Oh, jij gaat wisselen naar Corsola. Maar Corsola is een waardeloze Pokémon. Ik weet dat je watertype hebt totdat je dan denkt slim te zijn om dan een type voordeel te krijgen, maar Corsola is een waardeloze Pokémon. Corsola gaat dit niet overleven. Oké, Corsola overleeft het, maar dan ga je Lucky Chant gebruiken wat nogal zinloos is. Corsola is trouwens een watergrondtype. Nee, watersteen. Ook goed. Het scheelt alleen wat. Ja. En daar komt onze Weevil terug. Yay. Quick attack. Doei. Misschien kom je dadelijk wel een Umbreon tegen in de ijsschot. Dat zou zeker cool zijn. Dat zou wel cool zijn, ja. In de ijsschot, snap je hem? Cool. Wauw, ik maak de punt en ik snap niet eens dat ik een punt maak. Ach joh, maak er niet zo'n punt van. Sorry. Oké, die was echt slecht. Ik ben slecht, snap dat nou eens. Ja. Oké, nou, weet je wat, we gaan gebruiken gewoon heel eventjes hier de Old Rod kijken wat voor Pokémon dat er dan hier nou uitkomt. Magikarp confirmed. Umbreon hype. Magikarp hype. Spooky play. Ja, verhoog de ghost. Text met 20%. Heeft een Arceus en hij heeft een ghost type. Ja. Not even a nibble. Wat nou geen nibble? Hier een nibble. Een schnibbel. Een schnabbel. Wauw. Als je schnibbel, ga ik lachen. Als jij in de ijsschot een Umbreon krijgt,
Dan bevries je van blijdschap, of niet, Zeep? Nee, dan ga ik gewoon heel cool mijn petje dragen. Nee, oh. Ja, nee, dat klopt, want ik wil de Old Rod gebruiken. En aangezien dat je hier nog geen 4 items kan registeren... Wat trouwens jammer is. Kom op zeg, waarom vang je niks? Dit is baloney. Ik weet dat het een oude vishengel is, maar dat wil niks zeggen. Een known report. Nee. Met een oude vishengel moet je het leren. Oké, nou we proberen nog gewoon een paar keer en dan gaan we gewoon bij het gras kijken en zo. Dus er zijn nog een paar trainers. Glaceon die moet nog wat extra ervaring hebben. Plus inderdaad, we hebben de Ice Cave die eraan zit te komen. Dus wie weet welke Pokémon dat we daar tegen gaan komen. Flareon, nou... Ik zit alweer gelijk automatisch van Flareon. Die zou er handig zijn in verband met al de ijs Pokémon die we tegen gaan komen. Maar we komen geen ijs Pokémon tegen, we komen random Pokémon tegen. Yep. Een Garchomp. Garchomp, serieus. Uit het water. En dat is een grondtype, gronddraaktype. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat jij uit het water hebt gevist, Fisherman. Als hij een evolutie zou hebben, dan zou ik niet boos zijn, tenzij het een Umbreon is. Maar, ik bedoel, wij hebben ook een... Ja... Ah, die is zo blij! Ik ga lachen als hij een Oakenglaceon heeft. Het zou wel ergens op slaan. Espeon zou ook gaaf zijn. Dat ook. It's super effective! Yay! Frostwater, echt serieus, als jij dit wint, dan ben ik een heel trots konijntje. Level 28 tegen level 21. Ik zie het nog best gebeuren hoor. Oh, voorzichtig. Ook super handig dat door Icy Wind zijn speed omlaag gaat. Ja, Icy Wind is op zich wel een goede aanval, maar... Ja, Ice Beam of Blizzard zou fijner zijn. Maar ik weet ook zeker tot... Was dat dan in generatie 6 of zo? Ik weet niet meer welke generatie dat het was, maar in één generatie... Volgens mij was generatie 6 dat hij Ice Beam kon leren. Zou goed kunnen, ja. Welke evolutie ga je niet in je team doen? Degene die ik niet tegenkom. Het is een randomizer, ja, ik weet het niet! Wat doet Chatter? Ho! Oké, slower. Oei, hey. Bij mij in de buurt de feest schouwen. Oh, ook al bij jou? Ja. Maar je bent anders net ook al in de chat. Daar komt het tegen mij. Help. Hoor je daar, Erwin? Beestje bij Robin. We gaan er naartoe! Mooi, wanneer? Ja, nu. Morgen. Ja, hier is nou een feestje gaande. Nou, het is niet een feestje bij mij, maar een feestje vlakbij mij. Dat maakt niet uit. Sowieso degene die hij niet te pakken krijgt, lijkt me. Ja, dat zeg ik net. Zeg maar, er komt een EV-trainer aan, een... Ja. Een Fighter-trainer en Erwin. Kun je Erwin ik heb mijn Pokémon-idee hebben bij me. Wat professor Elf. En een Poké-professor. Oh ja, jij leert pas Quick Attack op level 22. Dat was ik helemaal vergeten. Ja, Uub. Ik zit de hele tijd met moveset in mijn hoofd van generatie 6, omdat ik daar nou zoveel met Eevee training mee bezig ben geweest. En die is heel anders dan generatie 4. Zeker. Blijf veranderen. Ja, Lyra, je kunt het bekijken met je gebel. You look strong. Fijn. Ik zie er niet alleen sterk uit, ik ben sterk. Oh mijn god, het is een Feebas! Nee. Een trainer met een Feebas! Oh my Feebas.
En het Kentek en het mist! Oh, volgens mij heb ik Leroy zijn vierbest gevonden. Waar is Erik nu? Kill it with fire! Nou uit de kamer lopen zijn. Ja. Volgens mij was er nog geen hidden ability in Pokémon Generatie 4. Tenminste, zover ik weet. Volgens mij was hidden ability pas iets in Generatie 5? Oh boy. Oké, we gaan even swappen. Tauros, dan zet ik in... Ah, Aquarion, die kan nog wel wat experience gebruiken. Ik snap die aanval niet. Ik bedoel, je hebt Handbud en je hebt Zen Handbud. Hoezo Zen Handbud? De ene is precies. Dat heeft mee te maken, ja. Ja, dan zou toch Handbud beter zijn dan Zen Handbud, omdat het is een normal type. Dus die zou de stem krijgen. De ene is fysiek, de andere is special, geloof ik. Ja, maar Tauros is een special, of is een fysieke aanvaller. Ja. En Handbud is fysiek. Maar Zen Handbud gewoon, ja, Zen Handbud is ook physical. Het enige verschil is gewoon het type. Oh. En waarschijnlijk de power. Waardeloos. Ja, maar... Kijk, Zen Handbud is 80 power, 90 accuracy. Een Handbud. Een Handbud is... Volgens mij 60. Met accuracy. Ik gok maar jongens, ik weet niet zeker. Is 70 en 100. Ja, okay, 70 power, ja dat kan ook. Sorry als ik laat reageren, ik lees alles een beetje. Boek, een boek, ja, niet veel. Doe niet veel mensen meer, hè? Tuurlijk wel. Ik heb gisteren nog gelezen aan How to Train Your Eevee. Heel interessant boek, ik mag het graag lezen. Ik heb gisteren nog gelezen aan Fire-type Starters, deel 4. Ik heb gezien van, oh mijn god, je hebt een Psyduck. Deel 1. Daar liep niet zo goed af. Die Psyduck die ging feiten. Nee, het gebruikt waterpuls. Al moet ik wel zeggen, in mijn mening, als je van alle evoluties gaat kijken, de zwakste evolutie is eigenlijk Glaceon. Ik weet het is een goede special attacker, dus qua stats absoluut niet. Dus begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar nou komt dus het probleem. Glaceon is puur ijstype en is alleen maar resistent tegen ijs zelf. Voor de rest nergens. Overal normal damage van en sommige dingen zelfs super effectief van. En ik wil dingen zijn niet echt zwak tegen ijs. Dus ja... Ik heb medelijden met Glaceon. Ja, Glaceon heeft inderdaad oh, sowieso vies, slechte dingen. Met vuur, staal, vechten en steen. Waar koop je die boeken? Bij de Pokémarkt natuurlijk. Oh, ik heb hem gekocht op de Pokéshop op internet. Ja, en helemaal de kinderen van nu bedoel ik eigenlijk. Maar ja, je hebt er een speciale app voor en ik schrijf zelf ook een boek op die app. En die heet Dyslexie. Maar ik geef er niks op. Dat kan. Hé, jouw speed is omlaag en mijn speed is omlaag. Speedceptie! En het wordt hier wel heel erg donker. Heertje, ik denk de kinderen van tegenwoordig die niet meer lezen. Ik ben ook 15 jaar oud en ik lees ook gewoon dagelijks nog wel eens een boek. Ik lees mijn Pokédex, does that count? Nee. Ik lees al jaren geen boek meer. Alleen met tijdschriften die ik leuk vind. Dat is ook een boek. Een soort van jammer. Pluk je gras, jongens! Random encounters! Waar is de Pokémon? Tweede straat linksaf en dan alsmaar rechtdoor. Ja. Oh, hier moeten we normaal gesproken telefoon voor krijgen. De Dunsparce. Voor. Misschien komen we hier wel een random Magikarp tegen. Hoop het. Ik hoop liever op een random Eevee. Maar ja, zou ik er dan twee mogen vangen? Nee, hè? Jawel. Nee, ik denk niet dat dat legit zou zijn. Je vindt hem wel legit. Ja, maar tot ik hem maar één mag vangen dan.
bedoel, het zou wel heel erg flame zijn als ik dan hier in één keer heel mijn team ga vullen met allemaal Eevees. Ja, het kan toch? Je hebt er niks over gezegd van de regels dus. Nee, maar ik denk dat het wel een lame regel is, want dan zou het hunten weg zijn. Ja, oké. Nou, we zijn in ieder geval nou 3 willekeurige Pokémon tegengekomen, dus we zoeken nog even verder. Oké, dan doen we het zo. 1 Eevee / Evolutie pack hiervan, hè? Nou, evolutie, ik zou sowieso niet weten waarom dat ik 3 dezelfde evolutie zou moeten vangen. Dus... Nou... Want dat is juist het leuke van van de thematisering van een Eevee trainer. Om dus zoveel mogelijk verschillende Pokémon te hebben. Hoi, Mark. Waarom steek jij een middelvinger op? Oh, je hebt maar 3 vingers. Haha! Yo, Theo Maas is best saai vandaag, dus ik ben er weer. En oh mijn god, Ecclesian! Hi, Triangle Man. Leuk dat je er bent. Nee, ik denk niet dat we hier nog een nieuwe Pokémon tegen gaan komen. Dus ik denk dat ik daar weer gewoon terug ga richting de Frost Cave. Want ik kijk op het klokje en ik zie dat het bijna weer een uurtje is. Dus we hebben nog iets van 20 minuten. Nee, we doen er nog 2. We kijken nog 2 Pokémon aan en doen we er nog eentje proberen te kijken wat we kunnen vangen met de gewone rot. En komen we niks tegen, dan gaan we gewoon verder. Ik vind het een strak plan. En anders noemen we hem gewoon Stoutland. Dat is een naam die Leroy heeft gegeven aan een Pokémon. Stoutland. Nou, het is werkelijk een Pokémon naam. Stoutland? Ja. Welke Pokémon is... Nee, er is geen Pokémon genaamd Stoutland. Serieus, het is wel hoor. Generatie 5. In generatie 5 is er een Pokémon genaamd Stoutland. Ja. Ik ken Standler, maar geen Stoutland. Zoek maar op, ik zweer het je. Ik ben aan het livestreamen, ik ken nou niks opzoeken. Zoek maar op, Erwin. Hoe Stoutland? Stoutland. Ja. Gewoon stout en land. Het is een soort van hond. Weet ik. Ja, zo heeft hij hem genoemd, Leroy, die hond. Oh, ja. Het is hem zelf ook weer een, dus. Hè, wat? Dat jongens, ik kan niet kijken! Jullie zijn gemeen! Ja, Leo, het is geen nickname. Hij heet echt Stoutland. Oh. Ja, in de chat ook al. Ik dacht Stoutland. Oh, die dacht dat hij een nickname was, oké. Okay. Ik dacht echt dat dat een nickname was. Hij heet echt Stoutland. Maar ja, wel een idee op. Ik zou al mijn god niet weten waarom Leo hem Stoutland überhaupt zou noemen. Stout. Mijn moeder had gisteravond bij mijn opa en oma 3 baby spreeuwen gevonden, steeds 1 meter van elkaar af. En nu hebben we ze als een soort van huisdier, totdat ze echt kunnen vliegen. Dan laten we ze gaan, ze zijn echt super cute. Nou, dat is wel netjes dat je dat zo doet. Jongens, laten we de boel wel heel goed zijn. Ja, ik moet af en toe nog steeds wel in de gaten houden. Dus... Dat is prioriteit, dat moet ook. En deze die gaat maar tot en met 151. Oké, wat heeft deze Magikarp trainer? Oh, je hebt een Poliwag gemist. Die kun je hier allemaal niet vangen. Lieg niet, man. Oh, je hebt een Venonat. Zijn jullie alweer aan het rennen? Oh, wat jullie nu moe worden, zeg. Ze zijn echt al de hele dag aan het rennen, die twee. Oké, speed is omlaag. En, oh, dat Leech Life was volgens mij niet super effectief. Nee, maar hij doet wel damage, elke beurt. Ja, 4 HP. Ja, nee, ik geloof jullie wel hoor. Ik dacht gewoon dat ik zwaar getrold werd. Hoop, Psybeam. Oh, kom op, dan kun je overleven. Kom op, Frostwadden. Oh, ik dacht dat het veel misgaan zou doen. En nou ben je confused. Kom op, dan kun je overleven. Goed zo. Frostwater is boning everybody!
Jongens, ik ben eventjes toiletteren, dus ik ben zo terug. De nep Eevee! Na deze stream ga ik naar Bayerai Jaraskai? Geen idee wie daar is. Aluminion, ja, typisch vanwege de naam. Ja, daarom zei ik al de nep Eevee. Omdat alle evoluties eindigen op Ion. En verder zijn er geen Pokémon die eindigen op Ion. Behalve Lumineon. En de evolutie daarvoor. Ja, why? PS, dit is geen promotie. Dat bepaal ik dan, hè, grapje. Ik vraag me eigenlijk af of we ooit in deze livestream zover gaan krijgen om Leafeon hier Leafblade te leren. Level 71, dat is gewoon echt ridiculous. 71? Nee toch? Ja, in generatie 4 was dat level 71. In generatie 6 is dat verlaagd naar level 45. Net zoals vele moves veranderd zijn. Maar in generatie 4 is het pas echt op level 71. Dat slaat nergens op. Ja, jij bent wel handig voor een nummer. Ja, 71, ja. Oh, joh. Dat doet wel. Ik ben heel erg goed met spraakzaamheid. Oké, nou weet je wat? We doen nog eentje even snel, even supergoed. Gewoon één keer. Supergoed, de superrot. Nou, die... Jawel. Oh, en op level 78 leert hij Soul Dance. Ja, echt, hè? Waarom zo laat? Een Diglett in het water? Hoe? Probeer maar geen logica te vinden, dat gaat niet goed. Nou, we hebben Glaceon uit het water gevist. Ja, op die kant tenminste zwemmen. Hoe kan een Diglett überhaupt onder water zitten? Onder de grond. Wat is de onderkant van een Diglett? Hoe trek je hem uit het water dan? Wat is de onderkant van een Diglett? Dat is het grootste mysterie ooit. Censureert volgens mij. Misschien is het de neus van een heel groot gezicht onder grond. Nou krijg ik waar een idee in mijn hoofd. Nee. Hou ik maar op een sensorbalk. Of wel elke keer als Diglett bij wijze van spreken bijvoorbeeld die rock aanval doet. Rock throw. En clear. Diglett is Illuminati confirmed. Hoezo dat dan? Logica, zo niet, Sam. En we hebben gratis limonade gevonden. In het begin is Leafeon niet zo goed, maar later wordt Leafeon... Maar later poot Leafeon elke Pokémon in generatie 4. Vergeet niet, Leafeon heeft een enorm... Ai. Leafeon heeft een enorme goede fysieke aanval, dus Return, Headbutt zijn allemaal aanvallen die Leafeon heel goed aan zou kunnen. Zelfs als Flareon. Daar ben ik weer. Welkom terug. Dankjewel. En ook nog even een lekkere flesje ijsthee meegevangen. Ja, het is nog steeds behoorlijk warm, dus. Zeker. Wat is toch al met al die waterpokémon die waterpools kennen? Het is zo'n basic water type move. Oh, en dan gaat hij protect. Jammer dat je dan geen twee keer achter elkaar kan doen, hè, Squirtle. Eens kijken, wat heb ik gemist? Als ik iemand nadeel op de grond zou vinden, zou ik het niet meer drinken, hoor. Nee, dus geef het aan de Pokémon. Lekker gezond. Gloom, gloom! En daar is Frostwadder wel weer super effectief tegen, dus waarom ook niet? Icy windaanval! Ja, lekker. Dan krijg ik dorst, dankjewel hè. Alsjeblieft. Oeh, het kent Megadrain. Ik weet niet, maar elke keer bij ijs aanvallen, dan denk ik automatisch dat de grasaanvallen ook super effectief zijn. Terwijl ijstype absoluut geen watertype is. Wat gaan we doen?
mensen. Nee, je krijgt mijn nummer niet. Laten we de ijscaping gaan. Ik ben benieuwd welke Pokémon dat we daar tegen gaan komen. Ik bedoel, we hebben nog tijd. Een kwartiertje. Icepad. Hoeveel ijs-Pokémon gaan we tegenkomen? Geen één, allemaal evoluties. Eerst is een Jolteon. Ik voel het. Nee. Oké, aan de volgende dacht ik toch echt bijna dat het een evolutie was. Ik zat echt van... Nee. Jammer. Had zomaar gekund. Oeh, een Delcatty. Ja. Oh. Aan die vorm dacht ik bij mijn eigen van... Dat vind ik ook wel een mooi Pokémon, dat Delcatty. Ja. Dat is toch de evolutie van Catty. Yep. Celebi, we zijn helemaal ergens tegen gekomen. Wow. Ik zweer dat kringstalt jou. Ja, we hebben er alleen gevangen. Ja, dus. Misschien is het toch wel handig om toch eventjes een Pokémon dadelijk in het team te nemen die bijvoorbeeld HM Strength ken. Nee, dat mag niet, zei je. Je mag alleen de evoluties gebruiken. In battles. Je mag heus wel een HM Slave. Daar heb ik het niet bij gezegd. Ja, dat was net overlegd hoe je weg was. Ja. Bewijs het maar. Dat heb ik niet nodig. Kijk maar terug wanneer je geüpload is. Ja, tuurlijk, we hebben nou al onze hiefjes bij ons. Maak een foto. Nou, niet alleen maar hiefjes. Jawel, we hebben al onze evoluties bij ons. En de anderen zijn leeg. Leuke foto. Foto maar. Nou, wauw. Ik ben zo goed in deze puzzels. Ja, dat is nee. Dat is wel iets leuks ja, van die game. Dat je foto's kan maken met al je prijs van je Pokémon. Ja, ik dacht dat we dat ook in ei hadden gedaan, maar helaas. Je kon inderdaad foto maken, maar niet op deze manier. Dat is wel balen. Maar ja, misschien Sun and Moon. Nou, ik zie de kans klein in. Ik bedoel, foto's maken vanaf een mooi Hawaïaans strand. Klinkt goed. Aan een strand stil en verlaten. Heel veel mensen, Triangle Man. Bijna iedereen zit daar wel vast. Nee, ik eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk best makkelijk. Oh, en Waterfall, die vind je daar automatisch. HM zou er namelijk niet vervangen worden. En hoe vinden wij een Magmar in de Ice Cave? Hij moet toch ergens warm maken. Oh, heb jij het gedropt? Oh, en nou, oh, mogen we het houden wat lief? Ik was toch niet van plan om het aan jou terug te geven. Creep. Niet waarom je niet luisteren, je gelooft je vriend toch wel? Dit is bedoeld als schreeuwen. Niet als irritant doen met full caps. Disclaimer. Het is wanneer je steekt van mijn vriend. Hapje. Illuminati? Ben jij mijn vriend dan? Ja. Oh? Ik kom hier gewoon voor het geld hoor. Oh, jij betaalt dan? Nee. Ja, anderhalve knoop per uur. Maar goed, we hebben dus strength nodig, dus we moeten een Pokémon vinden met strength. En hey, kijk, Poochyena, waar is Professor Birch als je hem nodig hebt? Maar we hebben dus strength nodig, dus we houden het gewoon op een paar random encounters. Dan gaan we naar Pokémon Center toe. En bij Pokémon Center gaan we eventjes kijken welke Pokémon dat we strength kunnen geven. Waarschijnlijk had ik al eentje met strength, weet ik niet zeker. En hoi Mudkip, jij bent de starter die we nog niet gevangen hebben. Vangen. Ja, starters zouden we vangen. Hé, hey, Poochyena. Oh, dat klinkt... Professor Birch, wat is Gregory? Dat is 166 per uur, ja. Was maar zo'n leven. Ja, inderdaad. 600 in uur. 666 euro per uur. Dat was het meteen. Als je daar dan gewoon een 40 uurtje contract zou hebben bij iemand, hè? Dan heb je flink voor geld. Dan leef je gewoon het leven. Zeker. Oké, nou we kunnen Pokéballs gaan gooien. Jongens, bedenk alvast een leuke naam.
Voor de lol zeg ik even bij. Ik heb een leukie. Eerste Pokéball hype, yay! Oké, nou, voor YouTube, jullie kennen de drill. Ik ga heel eventjes knippen totdat er een grappige naam is. Dit is totaal voor fun, want we hebben geen giveaways meer. Dus puur voor fun, laten we kijken wat eruit komt. Wat dacht je van de naam om te draaien? Modder chicken. Dat zou niet passen. Dus dan zou ik zeggen modderkip. Dat weet ik. Dat is gewoon voor fun. Maar... waterkip. We hebben al een waterkip. Dus? Whiskers. Ijskip. Whiskers vanwege zijn snorharen. Dat zijn toch geen snorharen? Ik heb geen flauw idee wat het is, maar wij hebben whiskers met snorharen te maken. Geen idee. Ja, whiskers is een veel voorkomende kattennaam. Oh. What a dude. What a dude. Frank. Nee, dat was mijn naam. Ik zou Frank. Hashtag neem Frank. Waarom Frank? Waarom niet? Oké, jongens, stop maar bij inzendingen. Die vind ik gewoon geniaal. Gewoon Frank. Hey, gewoon Frank. Nee, Frank. Dus nog niet eens mijn gewone voor gewoon Frank. Jongens, we hebben al een naam. Frank. Oké, die is geniaal. Erwin, jouw naam wordt eigenlijk alsnog toch gekozen. Ja, op zich wel, ja. Maar hoe kwam je dan... Zo, kwam je ook bij Frank dan aan of zo? Nee, iemand had... Toen moet ik even de chat gaan teruglezen. Want iemand zei voor de gein een keertje een bepaalde voornaam als nickname voor zijn Pokémon. En ik maak dan een gein. Ja, dan noem ik mijn volgende Pokémon Frank of Henry. Gewoon voor de gein. Nederlandse naam. Nou, laten we even kijken welke Pokémon dat we weer nog even te steken kunnen komen. We doen nog even keurs 5 encounters. Hey Erik! Hoi, ik ben hey. Er ook. Hey! Erik, er zijn al 20.000 mensen op zich gekomen. Wat? Ja, we hebben al die Rocket Grunts verslagen. En ze hadden allemaal een Magikarp. Wel? Nee, maar even zonder gein, we zijn wel een 4 ster gekomen. Again. Een tweede. En een Milotic. Ja, maar die kwamen we al eerder tegen op die route. Ja, die zijn we al een keer tegengekomen, ja. En trouwens tot wij dus... Een tweede Milotic. En tot we Flareon hebben gered van Team Rocket is confirmed. Want er was een Rocket Grunt, die had ook een Flareon. Oh. Oh ja, en trouwens hebben we nog een Eevee, Glaceon. Ja, uit het water gevist. Oh, ja, inderdaad. Ja, die triangle, die bedoel ik Willem. Ja. Dus, en er is een nieuwe regel bijgekomen. En dat is? Ik mag geen andere Pokémon meer gebruiken als alleen maar de evoluties, omdat het is tenslotte een Eevee run. Oh, ja, inderdaad. En je hebt nu al bijna een volledig team. Dan kun je inderdaad zo doorgaan. Hé, hey, kijk, daar hebben we Frank! Frank! Hashtag Frank! Ja. Frank hype! Willem, dat is waar ook. Oh, echt geniaal. Ja, we hadden een Mudkip, die hebben we nog niet gevangen. Dus we gingen een Mudkip vangen. En de nickname Frank. Die daarvoor gekozen is Frank. En dat was instant win. Dat was instant win, inderdaad. Die naam kwam voorbij en ik dacht, ik ben mij gewoon modus geniaal. Hoe gaan we hem noemen? Frank. Gewoon Frank. Nou jongens, ik denk niet dat er hier nog nieuwe Pokémon tegen kan komen. Dus ik denk dat we inderdaad eventjes gaan kijken welke onze HM slave gaat worden voor Strength. Wacht, of ken Flareon? Want Strength, volgens mij kon die dat niet leren. Goede vraag. Frank. Nog een Frank! Ah, we zullen het zien. Nou, eens even kijken. Flareon kan Strength leren! Nice!
En aangezien dat firepower strength is een hele sterke fysieke aanval. Ja, en Flareon is een goede fysieke aanvaller. En aangezien dat Flareon Flare Blitz, ik weet nog niet eens of Flare Blitz eigenlijk al bestaat in generatie 4. Denk het wel. Nou ja, dan kunnen we eventjes wel gewoon een limonade gebruiken eventjes tegen Glaceon, maar Maar ik nam aan dat jij heel eventjes in een hele andere wereld zat. Nee. Nou, ik zat wel in een andere wereld, maar wel in de echte wereld. Volgens mij niet, Stefan. Ik was heel veel vergeten dat ik uitgenodigd was voor mijn opa's 80-jaarse verjaardag. Is ook belangrijk. En vervolgens mijn neef, die is ook laatst verhuisd. En nadat we dat etentje in Avifauna, een vogelpark, hadden gehad. Vroeg hij van, nou, wil je ook heel even mijn huis zien? Dus daarna ook nog even een huis bezichtigd. Dus ja, een hele avond was ineens spontaan ingepland. Ah, dat kan gebeuren. In ieder geval illegale Dragonair. Dragonair kan namelijk niet, die bestaat niet op level 21. Nee, niet echt. Ik weet niet meer op welk level, maar volgens mij ergens in de 40. Nee, in 55 wordt het een Dragon Knight, maar volgens mij was het ergens in de level 25 of 30 zelfs. Ja, ik weet in ieder geval dat het een hoog level was. Dus ik denk niet 25, ik denk dan eerder in de 30. Het verschil is met HM Slaves Fairy Tail. Ja, HM Slaves mogen in de party zitten. Nee, HM Slaves mogen we niet gebruiken in battles. Dus dat zijn wel dingen waar we rekening mee moeten houden. Wat nou Can't Escape? Wat nou Can't Escape? Laat me gewoon rust! Ga dicht op, Celebi! Ja, oké. Okay. Nee, ik wou aanvallen. Ik wou een aanval doen. Ja, we gaan gewoon Icy Wind doen. Ja, en we komen hier zoveel Celebi's tegen. Zeker. Nou, volgens mij wil die gewoon graag gesleven worden. En Celebi zou eigenlijk wel een hele goede HM slave zijn volgens mij. Want Celebi kon volgens mij ook alle aanvallen leren. Spannende. Qua HM's bedoel ik dan, hè? Dus niet zoals Mew. Die we nog steeds niet tegen zijn gekomen, dat zou de legendary zijn die ik eigenlijk dolgraag zou tegen willen komen, maar dat is de enige legendary nog niet. Net zoals Magikarp, die zou ook nog niet tegenkomen. Wat is een Magikarp? Volgens mij zit ik in de verkeerde, in het verkeerde gesprek naar de verkeerde stream te kijken. Nee hoor! Doei! Nee, volgens mij absoluut niet, maar het is echt een serieuze vraag, omdat we hem nog niet tegen zijn gekomen. Ja, oké. Okay. Het was niet hatelijk bedoeld. Of misschien een beetje, maar... ik ben hier de route weer... Ik ben de routebeschrijving kwijt! Oh, Celebi kon alleen maar kaart. Oké. Okay. Nou, dat is erg kaart. Ah, en iedereen kan me weer zien stuntelen bij deze puzzel omdat ik fouten maak. Ik was vroeger was ik nooit goed in dat soort schrijfpuzzels. Ja, ik heb hem al, ik heb hem al. Nu zijn ze echt simpel. Ik zeg vroeger, hè. Vroeger? Dat is allemaal beter. Ja, vroeger, toen er nog 151 Pokémon waren. Nou, ik zit meteen in de tijd van de 700. Yeah. In ieder geval, dankjewel Fairytale voor dat eventjes te vertellen. En hoezo komen we Magmars tegen? Zou dit dan niet één grote waterpark zijn? Oh boy. Jawel. Ik vind het heel eng als er staat Can't Escape. Ik bedoel, ik ben 3 levels hoger. Dank je. Ik denk toch dat ik even limonade gebruik. Limonade. Oh ja, doe een Mew als HM slaaf. Die kent typisch alle HM. Die kan elke move leren. Dat klopt. Inderdaad. Mew kan elke aanval die er bestaat, kan hij leren.
Nee, hier hadden we namelijk strength voor nodig en daarom ben ik dus blij dat we Flareon strength naar hebben geleerd. Nee, er is nee, geen codes zijn op! Oh, en we komen weer nieuwe Pokémon tegen! Ik had helaas de laatste ronde voor de... ja. Zeep, deze puzzel geeft je zelfs het antwoord om hem op te lossen. En nog lukt het je niet, dat werd tijd. Zo, ik voel me thuis in één keer trillen door de muziek buiten en nu meerdere keren is eng aangezien het huis oud is. Nou, als er een feestje is, ik wil wel meekomen hoor, ik ga wel meefeesten. Lediba! Lediba! Snoopy! Ja, wij willen strength gebruiken. Oké, deze kunnen wij, als ik me niet vergis... Oh nee, die kun je daar niet naartoe duwen, want... Oh jawel, huh? Volgens mij kan er wel daarin. Nee, die kun je daar niet in duwen. Je moet terug naar beneden. Ach, een Houndour! Ik kom hier echt heel veel Leroy-Pokémon tegen. En wat is het met die vuurtypes hier? Nee, die heb ik... Nee, hij poept op. Ik heb een foutje gemaakt. Oeps. Maar ja, ik denk dat ik dat toch voor de volgende keer ga bewaren, jongens. Want deze is ook alweer een uurtje bezig. En dit is een mooie plek om te eindigen. Komen we nou wat nieuwe Pokémon tegen? Dadelijk in de benedere, in de lagere grond komen we dus ook weer nieuwe Pokémon tegen. En misschien komen we een vijfde, misschien zesde zelfs evolutie tegen. Dus ik denk jullie voor het kijken op een moment. Laat weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En als je tijd hebt voor een reactie, heb je ook tijd voor een like achter te laten. Dat is gewoon klik, klaar. Ik bedoel, ik vind het bij de livestreams gewoon schokbarend dat ik meer reacties krijg als likes. Likebot. Wat nou likebot? Robin Shush. Inderdaad. Ik denk jullie sowieso voor het kijken. Je moet zelf bepalen wat je bij een video doet, maar het viel me gewoon op. Maar goed. Ik denk jullie voor het kijken. Heb je links een momentje? Zoals ik al zei, ik heb het al eerder gezegd. Wil je dan zelf bij een livestream aanwezig zijn? In de beschrijving staat de link voor Twitch. En dan kun je erop klikken. En dan kun je erop klikken. En dan krijg je hartstikke leuk. Hé, hey, kijk, zelf op Play Twitter. Kun je volgen. En als we dan live gaan, krijg je ook maar eens een melding. Leuk hè? Mooi. Dus ik denk jullie voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende video. Fijne dag nog. Doei! Doei.